Hey iedereen, beste hier. Leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe aflevering van Muziekvideo Analyse. En we gaan een kijkje nemen naar de videoclip van Call Out My Name van The Weeknd. En ik heb al een video hierover gemaakt. En als je die video willen zien, linkje staat hierboven. Of linkje in de beschrijving. Moet je zelf even weten. Ik vond het liedje niet zo heel erg. Een beetje teleurstellend vond ik. Maar hoe ziet de clip eruit? Laten we maar even een kijkje nemen. Heel blauw of zo, een beetje donker zo. Wel passend voor het liedje, zeg maar. Ik vind het wel een mooie shot zo, zeg maar. Dat één keer zo gefilmd is, zeg maar. Weet je wat ik niet snap? Kijk, het liedje gaat over liefdesverdriet. En denk ik, kost hij uiteindelijk verleerd naar huis rijden. Waarom? Weet je wel? Kijk, visueel ziet het er heel top uit. Maar ik zie de reden niet even in om iets in de videoclip te zetten. Waardoor je vleermuis uitkost. Ik zie nut er niet van in. Misschien, ja, weet niet. Dit is nu echt vooral in kleur. Hier is vooral alles heel blauwig. Nu is alles een beetje groenig en oranjeachtig. En... ja. Oké, dus is weer iets heel anders eigenlijk. Dus ja. Weet je wat meer natuurlijk in denken van dat zoveel blauw, dat klopt niet, weet je. Wow. Ik ben even duizend van dat stuk. Wow. Oké. For your life. Guess I was just another pit stop. Till you made up your mind. You just wasted my time. You're on top. Wat was dat dan? Die alien, zeg maar, daar op dat stuk. Kijk maar even terug. Oké. Kijk, ik ben al op de hoogte dat The Weeknd een heel grote fan is van science fiction en horrorfilms, maar nogmaals, wat is het hele punt hiervan in het hele liedje dan voor de vierde klik? Kijk, ik vind niet dat het echt een verbinding maakt, vind ik. And when times were rough, when times were rough. Ik vond het ook wel heel tof dat die dieren zo stil kunnen blijven staan. Je zag ook gewoon echt een van de dieren gewoon in de ogen knipperen. En ja, het ziet er qua stijl ziet het er wel mooi uit, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar, en dat hij een beetje dat, die verdriet een beetje afbeeldt in zijn lichaamsbeweging. Dat is ook wel goed, maar de rest is, het hoort er gewoon niet bij. Okay. Oké, nu hebben we weer dat rare alien wijf. Ineens glinstert zij. En staat ze in een gebied dat in brand staat. Wauw. Style over substance heet dat. Kijk, dit vind ik al een heel mooi shot, vooral nu in zo'n mooi HD, als je zo'n hele mooie televisie hebt en zo. Dit is ook een soort hint naar 2001 A Space Odyssey. Dit ziet er wel vet uit, het ziet er echt heel vet uit, maar daar ben ik het tijd niet echt een heel duidelijk verhaal. Dus. Ik ben naar de film The Ghost in the Shell geweest en was gewoon en die gebouwen doen me echt heel erg denken aan die ene film, weet je wel, want de anime ziet er wel wat
beter en mooier uit, maar de film zag er een beetje bleek zijn. Dit, die shot, doet me echt denken aan die hele film met Scarlett Johansson. En ik denk, ja, heel veel vond ik het ook niet. Nu hebben we weer dat rare alien wijf hier. Wat is haar rol in deze videoclip? Gewoon daar in de RF te staan? Ja, een hele shot zeg maar dat hij daar op dit doek daar staat daarvoor. De shot zien er wel mooi uit zeg maar. Het kleurenschema dat is vooral het heel erg dat blauwe zeg maar. Heeft wel zo'n charme bijvoorbeeld ook daarna dat groenige en het oranje daarna. Dat zag ook wel ook heel mooi uit. Die visuele effecten dat hij die weerbuis uitspuurt, het ziet er wel tof uit, maar ik zie echt de reden niet erin om echt een verhaal te vertellen ofzo. Ik weet ook niet wat hij hiermee wil zeggen. Ook het feit dat hij een soort van 3D effect probeert te gebruiken, zeg maar voor geval als je een 3D tv hebt. Dat is ook wel heel slim, maar daarmee vertel je niet echt een goed verhaal op zich met de videoclip. Een videoclip is ook bedoeld om een soort verhaal te vertellen. Maar dit is bijvoorbeeld een beetje als dat er is meer eye candy dan echt, dat er echt een verhaal verteld wordt. En ook die shots zeg maar, van die dieren zeg maar, die stilstaan. En het ziet er ook heel mooi uit, maar that's it, weet je. Dit is gewoon, wat ik al zei, style over substance. En ja, ik heb gewoon zoiets van, nou, dat is niet echt een clip waar je echt, echt naar terug kunt kijken ofzo. Dus, weet je wel. Sommige dingen vond ik echt helemaal nergens, vond ik echt gewoon niet kloppen, weet je wel. Zo van, het slaat helemaal nergens op dat erin zit ofzo, maar dat is gewoon zelf hoe ik er tegenaan kijk. Dat was dus mijn muziekvideo-analyse van Call Out My Name van The Weeknd. Ja, ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Laat hem vooral een like achter. En ik zie jullie de volgende keer weer in een goed nieuwe video van mij. Daag!